Welkom bij Opruimen en Organiseren kun je leren. En ja, we hebben weer een extra aflevering. Ik heb dat wel eens dat ik van die spontane ideeën krijg. En dan denk ik, oh ja, dat is een leuk onderwerp voor de podcast. Maar dan denk ik, oh ja, dan schrijf ik even op en dan maak ik er een keer een podcast van. En dat doe ik dan ook wel. Maar soms denk ik ook wel eens, dan zit ik in het moment en dan denk ik, ja, dan moet ik het ook eigenlijk gewoon nu gaan opnemen. En nou, ik was toevallig nou ook in de gelegenheid om het met video op te nemen. Ik heb ook wel eens dat ik een extra podcast opneem. Dat ik het ook echt alleen als podcast opneem, zonder video. Soms gaat het met video en soms niet. Nou, vandaag wel. Maar goed, als je alleen op YouTube kijkt, kan het wel eens zijn dat er ook afleveringen zijn die je hebt gemist. Omdat ik er alleen een podcast van heb gemaakt en geen video. Maar goed, dus vandaag wat extra inspiratie. En ja, weet je, ik krijg heel vaak te horen van mensen, oh ja, maar dat opruimen, ja, het kost zoveel tijd. En het kost energie en ja, ik wil gewoon snel klaar zijn. En dan, ja, weet je, dan denk ik, ja, het is net met afvallen. Ja, dan wil je ook wel zo'n magic pill innemen en hup 10 kilo kwijt zijn. Maar zo werkt het nou eenmaal niet. En mensen vinden het vooral ook heel moeilijk van, oh, het beginnen, die eerste stap zetten. Dat is gewoon heel moeilijk. Maar goed, ja, heel eerlijk mensen, het opruimen van je huis kost tijd, kost energie. Maar nu kost het ook tijd en energie. Want je bent nou meer tijd kwijt aan poetsen. Het kost je onnodige energie aan irritatie en dergelijke discussies die je hebt misschien binnen het gezin over de rommel. Maar nog niet te spreken over de stress en de onrust die jij voelt. Dus dat kost ook heel veel energie. En geloof me, van een opgeruimd huis krijg je weer heel veel energie. Krijg je in ieder geval heel veel rust terug. Dus dat kan ik je wel zeggen. Maar goed, kijk, het opruimen kost tijd. Maar van het resultaat heb je ook levenslang plezier. En dan moet je nu tijd in investeren. Klopt. Maar dat is tijdelijk. Hè? Je bent niet, tuurlijk, je moet wel je hele leven lang blijven opruimen. Maar dat zijn de kwesties van bijhouden. Hè? Dat zijn niet die grote opruimklussen waar je misschien in het begin voor staat. En als het eenmaal goed is opgeruimd, wat ik al zeg, dan is het bijhouden ook een stuk makkelijker. En dan kun je dat gewoon plannen in een paar keer per jaar om bepaalde opruimrondes te gaan doen. Nou, hoe was het nou zo? Waar ik vandaag op kwam om dan een podcast te maken. Ik vergelijk het opruimen van je huis als je gaat starten met hardlopen of gaat trainen voor een marathon. Mijn man is bijvoorbeeld, die is nu, die liep altijd hard. Nou, toen is hij natuurlijk ziek geworden en dan kon hij natuurlijk helemaal niks. En nu begint hij langzaamaan wat meer energie te krijgen. En mijn man, hoe dan, ja, het is onvoorstelbaar, die gaat hardlopen. Dat wil hij en dat gaat hij doen en dat gaat hem ook helemaal lukken. En daar is hij mee bezig. En dat moet hij ook rustig opbouwen. En zijn einddoel is om aan het eind van het jaar 30 minuten hard te lopen. En hoezo vergelijk het opruimen van je huis nou met het trainen voor hardlopen? Je rent natuurlijk ook niet meteen 30 minuten achter elkaar. Dat vergt tijd, inzet, doorzettingsvermogen. En stap voor stap bereik je je doel. En in het begin kost dat heel veel moeite. Heb je misschien spierpijn? Denk je, oh, dat ga ik nooit redden. Waarom doe ik dit? Ja, het opruimen van je huis gaat precies zo. Weet je? Kijk, je moet het leren opruimen. Je moet er eigenlijk ook voor trainen, om het zo maar te zeggen. Want in het begin weet je nog niet hoe ga ik het aanpakken, hoe ga ik het doen. Dan moet je ook een beetje een weg in zien te vinden. Je moet een bepaalde structuur hebben. Je moet leren om keuzes te maken. Dat gaat in het begin ook vaak niet zo makkelijk. Moet je nog veel vaker over dingen nadenken. En dat duurt misschien heel lang. Dat kost weer heel veel tijd. En in het begin zie je nog geen resultaat. En dat demotiveert. Dan denk je waarschijnlijk ook van, oh, dat heeft geen zin, ik geef het op. Precies als met hardlopen. En weet je, dan denk je misschien ook, als je dit de eerste keer gaat hardlopen, denk je ook na 5 minuten van, oh jezus, die 30 minuten, dat ga ik nooit redden, want dan lig je tong op je schoenen. En dat is met het opruimen in het begin ook, want dan zie je nog een resultaat, dan denk je, ja, ik moet nog zoveel doen, hè? Dan ben je helemaal gefocust op allemaal wat je nog moet doen, dat gaat me nooit lukken. Maar goed, dat kan natuurlijk wel als je daar bepaalde tips en adviezen voor hebt om het slimmer te doen. Nou, mijn man deed bijvoorbeeld een speciale app, een hardloop-app, waarmee hij dus leert rustig op te bouwen met adviezen om ervoor te zorgen dat hij aan het einde van dit jaar 30 minuten kan hardlopen achter elkaar. Nou, hij is begonnen met 1 minuut
achter elkaar hard te lopen. Nou, dat ging best aardig. En nu, inmiddels zit hij al op 7 minuten. Dus hij gaat dat gewoon redden, die 30 minuten week, zeker. Maar goed, hij bouwt het rustig op. Daardoor houdt hij het ook vol. En blijft het ook leuk, hè. Want hij kan al meteen 5 kilometer willen hardlopen. Zou ook niet lukken, hoor. Maar hardlopers zijn doodlopers, zeg maar. En hou je het ook niet vol, haak je af. Maar er komt een moment en dan komt die omslag. Hè? Bij het hardlopen ook, dat het steeds beter gaat. Je gaat het ook leuker vinden. Je ziet dat je grotere sprongen maakt. Of in die zin dat je het dus langer volhoudt. Dat je conditie beter wordt. Je ziet die finish al in het zicht. En bij opruimen komt dat omslagmoment ook. Dat je in die opruimflow komt. Dat je weet hoe je het aanpakt. Dat je een succesvolle manier hebt gevonden hoe het werkt voor jou. Dat het automatisch gaat. Dat je niet meer bij hoeft na te denken. Dat je keuzes maken, dat makkelijker gaat. Hè? Wat in het begin lastig is, op een gegeven moment gaat het gewoon sneller. Je weet beter wat je wil. En je hebt ook gemerkt na een tijdje, als je vaker opruimt, dat je keuzes maakt, als je spullen wegdoet, hoe dat ook kan opluchten, hoe fijn dat ook voelt. Op een gegeven moment ga je natuurlijk ook resultaat zien hoe langer je aan het opruimen bent. En dat motiveert natuurlijk weer. En dan zie je ook die finish. Hè? Die opgeruimde keuken of die opgeruimde kledingkast. Of misschien dat hele opgeruimde huis voor je. En dat is misschien een lange weg. En in het geval van een marathon 42 kilometer. Maar ja, des te vervullender als je het bereikt hebt. Dat is gewoon zo. En zeker als je dat zelf gedaan hebt. Dus mijn boodschap van vandaag is ook: het opruimen van je huis is geen korte sprint. Doe je niet even. Maar dat is een marathon. Met vallen en opstaan, met hobbels en uiteindelijk een geweldig resultaat waar je super trots op bent. Maar het komt niet vanzelf. Je moet er echt wat voor doen. Maar hoe beter en hoe grondiger jij ook gaat opruimen, hoe langer je ook blijvend resultaat hebt. Maar het kost dus tijd. Gun jezelf die tijd. Neem die tijd, want het lag ook niet binnen een paar weken vol. Maar geef vooral ook niet op, weet je. Je wil het allemaal snel gedaan hebben en ik snap het. Ik snap, tuurlijk wil je het liefst zo snel mogelijk in een opgeruimd huis wonen. Maar doe het liever grondig en goed dan overal een beetje en half. Want dan is het over een tijdje zo weer een bende. He, dus geef niet op, want er komt een eindstreep, er komt een finish aan en je zal zo trots zijn en extra blij als je die hebt bereikt. En kijk, hoe meer tijd en energie erin steekt, hoe minder kans op een terugval. Want dan wil je houden, als jij heel veel tijd erin hebt gestoken om je huis op te houden, om het mooi te maken en dan wil je ook dat het zo houdt. Dat is gewoon zo. Hè? Want je wil niet meer terug. Je wil het niet nog een keer helemaal gaan doen. Dus kijk, en jij bepaalt eigenlijk zelf je opruimschema. Of je trainingsschema, om het zo maar te zeggen. Hè? Ga jij elke dag een beetje doen? Of doe je een paar keer per week 30 minuten? Of doe je één keer per week 2 uur? Hè? Een combinatie kan natuurlijk ook. Kijk wat bij jou past, bij jouw dagelijkse leven. En wat ik al zeg, het is tijdelijk. Weet je, er komt een moment dat je dat half uurtje niet meer hoeft te doen. Of dat je dat uurtje niet meer hoeft te doen. Dan kun je gewoon iets leuks gaan doen. En je zal er inderdaad tijdelijk dingen misschien even voor moeten laten. Maar dat is dan ook even zo. Je krijgt er heel veel voor terug. Ik kan je ook echt beloven, als je er heel veel tijd in steekt, zal je ook echt des te trotser en blijer zijn als het klaar is. Plus, ja, wat ik al zei, het allerbelangrijkste is dat je het ook zo wil houden. Dus dat die terugval ook minder zal zijn. En als het ook meer is opgeruimd, wordt het ook niet zo'n bende. Want als er overal stapeltjes spullen liggen en rommel, gooit iedereen het daarbij. Als oppervlaktes opgeruimd zijn, als er niks op ligt, wordt er ook niet zo snel iets neergelegd. Dus de vraag is even weer, hè, je kan gaan vragen, wat doet zo lang en ik wil snel dit en dat. Hè, de vraag is, neem jij een kort sprintje met kortdurend resultaat, of ga je voor die marathon voor een langdurig resultaat? En dat is de boodschap voor vandaag. Dus ik zou zeggen, kies voor de marathon. Nou zou ik normaal geen 42 kilometer gaan lopen, daar ben ik ook heel eerlijk in. Dus het klinkt niet heel aantrekkelijk, kies voor een marathon of een sprintje, ik snap het. Maar je snapt een beetje wat ik daarmee wil zeggen. Ik zou zeggen, tot volgende week.